van de meest voorkomende misvattingen over parodontitis is dat je het krijgt van een beetje tongzoenen. Van een beetje tongzoenen krijg je niet zomaar parodontitis. Maar loop maar even mee, leg ik het je uit. Parodontitis begint meestal met een ontsteking van je tandvlees. Rood tandvlees dat een beetje bloedt is gingivitis, een beginnende ontsteking. Doe je daar niets aan, dan krijg je bacteriën die onder je tandvlees kruipen waar ze zich vermeerderen. Als je je daar niet voor laat behandelen, kunnen die bacteriën weefsel en bot aantasten. Bijna niemand merkt dat hij parodontitis heeft. Dat moet echt een mondhygiëniste of een tandarts moet dat constateren. Dat is ook de reden waarom we 2 keer per jaar netjes naar de tandarts toe gaan. Er zijn eigenlijk 3 dingen waaraan je het zelf kan merken. Sommige mensen ervaren een slechte mondgeur. Sommige mensen hebben een hele vieze smaak in hun mond. En het derde is dat je bloedend tandvlees krijgt bij het poetsen bijvoorbeeld. De gevolgen van niets doen zijn fors. De bacteriën vermenigvuldigen zich en dat leidt ertoe dat je uiteindelijk tanden en kiezen gaat verliezen. Je kan het voorkomen door ten eerste zelf een goede mondhygiëne erop na te houden. Dat houdt in 2 keer per dag netjes 2 minuten poetsen. Daarnaast je ragertjes, je flosdraadje, je stokertjes gebruiken. En het regelmatig te laten controleren door de tandarts of mondhygiënisten. Dit is een gezond gebit waarbij je ziet dat het botniveau op deze hoogte ligt. Bij een parodontitis patiënt zie je dat bacteriën het bot afbreken en zakt het botniveau langzaam naar beneden. In principe scoren we eigenlijk de mate van je mondgezondheid. Dat doen we bij iedere controle en een beetje afhankelijk daarvan sturen we iemand naar een mondhygiëniste toe. En in de hele erge gevallen sturen we iemand naar een parodontoloog toe. Iemand die gespecialiseerd is in tandvleesbehandelingen. En dan zet ik zo meteen het apparaat aan, ga een beetje om je heen draaien, rustig blijven staan. Extra risico op het lopen van parodontitis zijn de mensen die diabetes hebben, de zware rokers en de wat oudere mensen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat er een relatie is tussen parodontitis en hart- en vaatziekten. Dus ook daarom is het erg belangrijk dat je je mondhygiëne goed op orde houdt.